Goedemiddag allemaal, het is net 1 uur in de middag. Ja. Nee, ik ben al eventjes een tijdje wakker, alleen mijn meisje lag zo lekker tegen me aan. Ja. En die had er ook geen zin om uit te komen, dus ik had iets, nou, ik ga er namelijk uit. Het is maandagmiddag 1 uur. Zoals jullie wel waarschijnlijk kunnen zien. Laten zien. Het is net 1 uur. Ja. Geef maar. Ja. Ja. En dan ga ik nu lekker een jasje aandoen. Dan ga ik lekker met haar lopen. Ja. Dat moet ook gebeuren. Lopen met een hond. Ja. Als je eenmaal een hond hebt, dan moet je gewoon lopen. Dan ben je gewoon verplicht. Nou ja, verplicht. Lijkt me handig. Zou ik het zo zeggen? Ik zal jullie even schrijven. Ja. Zo. Dus, ach ja. Komt wel goed. Dus, neem jullie ook gewoon lekker mee naar buiten. Maar ik moet wel eventjes mijn rits dicht doen vanzelf. Dus ja. Dan hoort wat anders even bij. Ja toch? Niet dan. Nou, en zij mag zo meteen weer lekker los. Ga je mee, schat? Kan je zo meteen weer lekker los? Ja, goed zo. Ga je mee? Je weet waar je mag zitten, hè? Dat weet je, hè? Ja. Ja, kom. Ga zitten dan. Ga eens maar zitten. Hi. Oeh, het is ook vies weer. Ja, blijf. Go. Ga rennen. Ja, het is lekker regenachtig weer. Tralali, tralala. Hebben jullie dit weer besteld? Nee, toch? Nee, voor mij niet, hè? Nee. Nee, maar ik ook niet, hoor. Het is wel weer goed voor de tuin. Kijk, dat hebben we ook weer. Dat het weer lekker goed voor de tuin is. Maar wat ga ik nog meer doen vandaag? Dus, ja, en ik heb er 5 weg te geven. Ook dat nog. Ja, dat wordt spannend. Wie gaat er winnen? Er kunnen er maar 5 een winnaar zijn. Dus, en van de 8, wauw. Ik kan er 3 helaas niet winnen. Nee. Maar er komt binnenkort weer een andere actie de deur uit. Maar welke actie, weet ik nog niet. Nou ja, ik weet het wel, maar ik hou het nog geheim. Dat is nog vele malen leuker. Dus ik zou zeggen, hou mijn Facebook-fotografie bij Karin van der Werf in de gaten. En mijn ledenpagina en mijn livepagina en mijn website. En dat staat allemaal vermeld op mijn pagina. Ja. Zeer zekers. En mijn mannetje is nou niet aanwezig. Die komt later op de dag wel weer aanwaaien. Mijn meisje die staat daar nog verderop. Gras te eten. En ik zit hier. Ja. Ga mee. Kom maar. Kom voor. Kom voor. Kom je voor? Kom maar voor, schat. Kom eens hier. Kom voor. Wijfie. Nee, geen zin in. Dan loop ik even een keertje naar haar toe. Ja. Kijk. Pak hem haar gewoon weer zo vast. En we gaan weer gezellig doorlopen. Ja. Het is toch ook een lekker ding ook, hè? Ja. Mee, schat. Kom maar. Ja. Keurig. Wat ga je doen? Gaan we een koekje halen? Of niet? Nee? Wil je geen koekie? Of niet, hoor? Nee. Helemaal niet. Nee. Is gewoon lekker aan het snuffelen. Ja. Mag allemaal.
Moet allemaal kunnen, vind ik. Dus, nou ga ik er even aandacht aan haar besteden. Komt helemaal goed. Ja, nou, ze zijn hier lekker druk bezig met de wegwerkzaamheden. Hoi. Hallo. Nee, is niet helemaal voor jou, nee. Dat is niet jammer. Zoals jullie kunnen zien, zijn ze lekker druk bezig. En wij gaan nu weer lekker met de wandeling voortzetten. Ja. Wij lekker wel. We gaan lekker naar de overkant. Ja. We gaan lekker naar de overkant. Ja, omdat ik dat leuk vind. Joepie. Ja. Hé, meis. Ja, hè. Ja. Doe voor mij, is het goed? Ja, hè. Je doet het goed, hè. Kom. Hi, Fie. Kom. Ga mee. Kom. Nee, kom. Ik weet het wel. Kom. 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 Ja, doei. Kom. Ja, goed zo. Ja, en dan gaan we weer lekker naar huis. Dan ga ik zo meteen eventjes huishouding doen. Eventjes lichte werk. Want ja... Zou we moeten? Ja. Ach ja, komt allemaal wel goed. Ja toch, niet dan. Precies. Zo, en toen was mijn mannetje weer thuis. En hoe heb je het gehad vandaag, schat? Het was interessant. Oké. Okay. Een beetje vroeg opstaan, dat is wel jammer. Hoezo vroeg? 6:15. En hoe laat was je thuis? Bij je meisje? Veel te laat. Veel te laat? Ja, dat is wel. Hoezo dat? We zouden om 4:00 klaar zijn. Ja. Maar. Ja. Bepaalde docenten die wilden nog even doorgaan met de nabesprekingen. Ja. Ze waren om 4:15 klaar. Ja. En dan moest er iemand meerijden naar Amersfoort, station. Ja. En toen kwamen we in de file terecht. En toen ging het vreselijk regenen. En toen waren we opeens 2 uur later. Ja, dat is nooit zo leuk, hè? Nee. Nee. Dus de terugreis duurde iets langer dan de heenreis. En morgen weer beter, hoop ik. Morgen beter weer, hoop ik. En dan door kunnen rijden. En woensdag ook, hè? Woensdag ook, ja. En donderdag. En ja. En hoe lang moet je dit doen dan? In de komende 4 weken gaat dit allemaal zo gebeuren. Gezellig. Er zijn iets van 5 dagen in die periode van 4 weken. Dat ik misschien ergens anders terecht kan. In de buurt. Dat zou wel handig zijn. Dat zou heel handig zijn. Maar het was een interessante cursus. Dat wel, en dan hoop ik in dat jij de woensdagavond ook aanwezig kan zijn. Want het wordt voor mij heel spannend. Maar voor de rest ga ik nog niet verklappen. Nee. Ik hoop dat het woensdag een beetje op tijd ophoudt. Op tijd weg kunnen. En ja, maar je kan het ook gewoon even aangeven. Alvast morgen. Ja, maar ze moeten zitten met z'n drieën. Ja. En ik mag meerijden met iemand. Als ik met de trein moet, dan gaat het helemaal lang duren. Ja, maar je kan toch ook vragen aan de docent of het iets eerder afgelopen kan wezen, toch? Ja, dat hebben we vandaag al over gehad. Ja. En dat gaat hij niet doen. Niet? Want er is een kwartier pauze en nog een kwartier pauze en een 3 kwartier lunchpauze. 3 kwartier lunch? Zo. Ja. En was het eten vandaag lekker dan? Nou, niet helemaal. Het is niet mijn smaak, laat ik het zo zeggen. Maar je hebt wel een beetje erg gegeten? Ja, alleen brood eigenlijk. Maar zo. Dat is ook een brood met drap. Geloof ik. En met, brood met drap? Ja, dat drap er zo uit, zeg maar. Je pakt het brood, laat maar zitten. En er waren nog lekkere rauwkost. Van een, dacht ik, een week oud. Ja, dat zag er niet echt lekker uit, nee. Het zag er niet helemaal kosher uit, dus dat moet je er maar, zeg maar, een beetje nou, afschuiven. En dat zal ik wel eventjes erbij doen in het filmpje. Kunnen ze precies zien wat je hebt gegeten en qua rauwkost? Nee, dat heb ik niet gegeten, dus die rauwkost. Nou ja, wat je voor ingeschoteld kreeg dan. Je mag zelf kiezen uit broodjes, maar dit was het meest lekkere broodje voor mij. Oh, oké. Okay. Dus en wat heb je net in gegeten dan? Want daar was je wel weer blij mee. Heel blij. Mijn meisje had een soep voor mij gemaakt. Met ei. Ik nog zelfs? Ja, jij. Ik dacht dan dat jij dat had gedaan. Nou, ik dacht dat het jouw soep was, uit jouw ketel.
Ja, maar zo jij, maar jij, aan. Maar jij hebt het. Ik heb alleen in het kommetje gedaan, verder niet. Nee, precies. Precies. Lekkere noedelsoep met ei. Yummy. Lekker.